Dames en heren, vandaag heb ik slecht en goed nieuws. Het slechte nieuws is dat er nul Fortnite nieuws is. Maar het goede nieuws is dat we het nu eventjes rustig kunnen hebben over play.veelvraag.nl. Namelijk wat er allemaal aan gaat komen. Wat ik op dit moment aan het doen ben op de server. En ja, daar gaan we gewoon een kijkje naar nemen. Dus als jullie deze video alsnog superleuk lijkt. Ik weet het, het is geen Fortnite. Maar lijkt het jullie wel superleuk. Smash dan alvast eventjes op het duimpje omhoog. Daarmee support je namelijk heel erg deze video. Abonneren kan natuurlijk ook hier beneden. En ja, we gaan denk ik direct beginnen met deze video. Oké, misschien een klein beetje lullig dat ik hier met bacon sta bij natuurlijk een biggetje. Trouwens, als jullie een leuke naam voor hem hebben, of haar, laat het eventjes achter in de reacties. In ieder geval, ik ben op dit moment op de survival en ik ga het zo meteen hebben over alle nieuwe updates die gaan komen in de server. Maar allereerst wil ik eventjes kort laten zien waar ik zit. Hier zit ik. Ik heb namelijk hier een chest area gemaakt, geïnspireerd van een YouTuber, Weddles trouwens. Waarschijnlijk herken je het wel, of misschien ook niet. Het is ook niet zo bekend, maar maakt ook niet uit. In ieder geval, ik vond het super vet en ik dacht van, hey, dit wil ik ongeveer ook. Alleen dan natuurlijk wel met mijn eigen twist. Dus dit is mijn chestkamer. Hier wil ik waarschijnlijk een oven gebeuren maken. Hier weet ik nog niet wat ik wil maken. En hier buiten, dit is ook allemaal voor mij alles wat je ziet. Al die bergen en zo. Omdat ik natuurlijk best veel claims heb. En hier wil ik ook allemaal projecten gaan maken. Dus in het midden, op die bergen wil ik projecten gaan maken. Echt van alles moet er nog komen. Ik ben nog lang niet klaar met survival. De survival is natuurlijk 1.17. Dus join eventjes play.veelvraag.nl als je ook wilt joinen. Op dit moment zit er bijna niemand in, want het is letterlijk 5 uur s'nachts. Dus, maar in de middag zit er altijd meer dan 100 man op de server. Echt insane. Heel erg bedankt voor de support. Je kunt joinen op 1.8 tot en met 1.17. En je kunt joinen op mobiel en natuurlijk ook op Java. Dus Bedrock en Java. Maar goed, laten we nu eventjes gaan hebben over de updates die eraan gekomen in de server. Ik dacht, dit vinden jullie misschien wel interessant om te weten. Ik weet niet, sommigen misschien. Maar update, dat is nog belangrijker natuurlijk. Ja, we gaan het als eerste eventjes hebben over de survival updates die eraan gaan komen. En ik wil beginnen eventjes met de wereld. Namelijk op dit moment is de wereld natuurlijk met een border. Dus dat betekent dat je niet verder kan gaan tot 5000 blokken. Dit is 0000. Je kunt dus 5000 blokken die kant op, 5000 die kant, 5000 die kant. Maar dat gaat binnenkort veranderen, want we merken dat het ja, niet heel erg groot is. Dus we gaan binnenkort eerst naar 10.000, daarna naar 15.000 en daarna wellicht 20.000. Ligt er een beetje aan of dat nodig is. Maar in ieder geval, we gaan dus upgraden qua border. Dan wil ik het gelijk eventjes gaan hebben over de End en de Nether. Nou, allereerst, deze plek is nog leeg in de spawn. Kijk, hier hebben we namelijk een random portaal. Hier hebben we kids, winkel en skills. Skills kom ik zo meteen nog eventjes op terug. Keys, maar op deze locaties komen portalen. Namelijk eentje voor de End en eentje voor de Nether. En ook die twee, die hebben een world border. Die hebben ze al van 10.000 op dit moment. Dus je kunt niet verder lopen dan 10.000. Waarschijnlijk laten we het daarop. Met de reden dat we ook elke 2 weken de End en de Nether gaan resetten. Of 3 weken. Dat is nog niet helemaal zeker. Maar in ieder geval, hij wordt gereset. Dus ga niet hele dingen bouwen in de Nether en de End. Want dan ben je het gewoon binnenkort kwijt. Want we resetten het zodat het gewoon geordend blijft. En dat alles gewoon in de game blijft. Niet dat alles is opgemaakt natuurlijk. Dus dat was zeker weten chill. Dan het volgende. En daar wil ik het eventjes over gaan hebben. Namelijk mobs. Namelijk op dit moment, als je hier een beetje gaat rondvliegen, er zijn niet echt mobs. En ja, we willen het heel erg graag aanzetten. Maar op dit moment hebben we een klein probleempje. En dat is dat er lag is als we mobs aanzetten. Er is normaal gesproken geen lag als mensen spelen en zo. Ja, in het begin toen de server net opende. Maar nu is er geen lag meer. Je moet maar eens proberen te joinen. En dan is er echt geen lag meer. Dus dat is zeker een beetje chill. Alleen wanneer we mobs aanzetten op dit moment is er nog een probleempje. We zoeken natuurlijk zo snel mogelijk een probleem op. En we proberen het op te lossen. Maar ja, op dit moment nog geen mobs. Maar dat gaan we wel aanzetten. Dus dat komt binnenkort. Daarnaast skills, daar wil ik het eventjes over gaan hebben. Namelijk heel erg veel mensen die weten niet exact wat het is. Nou, het is in principe gewoon een soort van MCMMO. Misschien ken je dat. En als je dat niet kent, ik ga het nu uitleggen. Skills is gewoon letterlijk een level systeem. Je kunt bijvoorbeeld je boogschieten kun je levelen. Je kunt je mining upgraden. Als je hier op klikt, zie je hier zo'n, ja, eigenlijk een slangetje die loopt. En dat zijn eigenlijk je level progressie. En hier zie je wat je allemaal krijgt. Bijvoorbeeld als ik level 12 word, dan krijg ik 9% extra kans op een dubbele drop van ore.
stars. Dus dan kan ik gewoon dubbele dia's krijgen bijvoorbeeld. Lijkt me super chill. Je kunt natuurlijk helemaal levelen tot en met level 97. En dan, ja, dan kan je echt extreem veel doen. Daarnaast kun je ook allemaal special abilities doen met dingen die je upgrade en zo. Super handig. Ik dacht, ik leg het eventjes snel uit. Dan de shop. Ja, we gaan het gelijk eventjes over de shop hebben. Namelijk de shop op dit moment is redelijk basic. Maar we gaan binnenkort de shop helemaal aanpassen. Dus dat je ook bijvoorbeeld copper kunt verkopen. Dat je eigenlijk alles, alle 1.17 dingen, dat je die kunt kopen, verkopen. En dat wordt ook super, super dik. Dan wil ik het eventjes gaan hebben over een nieuw shopsysteem. Wat er sinds vandaag eigenlijk in zit. Jawel, namelijk voor goldrang en hoger. Moet ik eventjes naar mijn home. Dope heet die. Gewoon dope. Ik vond het een dope plek. In ieder geval, daar komt iets aan. Er is al iets dus voor goldrang en hoger. Namelijk, je kunt nu je eigen winkel starten. Ik cheat het eventjes in. Dat haal ik zo meteen gewoon weer weg natuurlijk. Ik heb daarvoor een chest nodig. Dat kunnen jullie dus ook doen als je goldrang of hoger hebt. Je plaatst dan een chest. En stel ik wil steak verkopen. Dan sla ik op de kist. En dan staat er voor hoeveel ik het wil verkopen. Nou, ik wil het voor 50 euro wil ik, of dollar wil ik het verkopen. En dan... Oké, ik kan mijn chat uitstaan via de settings. Oké, dat is een beetje dom. Maar in ieder geval, ik wil het dus voor 50 verkopen. En dan hoppakee, dan komt hij hier te staan op een chest. Dit kun je natuurlijk niet pakken, maar dit is puur voor de preview. Dan doe ik dit erin. Hop, 7 stuks. En dan staat er dat er 7 voorraad is. En 50 per stuk. Dit kun je dus maken in jouw spawn, in jouw wereldje. In, weet je, waar jij woont, zeg maar. En dan kun je op deze manier natuurlijk gewoon een winkel beginnen. Dus dat is zeker weten tof. Daarnaast komt er ook vandaag, als het goed is, in voor die mensen, dus gold en hoger, dat ze warps kunnen maken waar iedereen gebruik van kan maken. Dus dan kun je echt gewoon bijvoorbeeld de warp shop Matthijs TVG maken. En dan kan iedereen naar jouw winkel toe. Dus dat is zeker weten tof. Dat komt er dus ook vandaag in. Maar dit zit er dus al in. Maar het warpen, dat komt denk ik vanmiddag of vanavond in de game. En anders morgen. Dus eens deze dagen komt dat erin. En ook nog wel een leuk dingetje voor gewoon iedereen die op de server speelt. Dus ja, je kunt natuurlijk ook gratis spelen. Dan kun je binnenkort ook ruilen met anderen. Dus er komt een ruilsysteem in. Dus dat je veilig kunt ruilen. Dat je duidelijk ziet in een GUI. Dus in zo'n minuutje. En dit is zeg maar een GUI. In ieder geval dan kun je heel erg duidelijk zien wat er wordt geruild. En dan word je nooit gescamd. Dus ja. Dus dat zeker weten chill. Dat komt er dus ook aan. Goed, dit eventjes gezegd over survival. We gaan nu door naar Kip PvP. Want daar gaat ook wel wat veranderen. Oké, we zijn aangekomen in Kip PvP. En in Kip PvP gaat ook wel iets tofs gebeuren hoor. Namelijk zeer binnenkort, dan kun je namelijk in Kip PvP met anderen duelen. Jawel, dan kun je namelijk slash duel doen. En dan kun je 1 versus 1 doen in een aparte arena. Dus je wordt eventjes tijdelijk naar een andere plek geteleporteerd. En dan kun je daar dus 1 versus 1 doen. En dat wordt ook super tof. Dat is wel een update die ietsje later gaat komen. Dus waarschijnlijk niet deze week. Maar in de komende weken komt dat er dus aan. Daarnaast wordt er ook nog wel een bug gefixt hier en daar. Ik bedoel bijvoorbeeld op dit moment, als je iemand van de map afslaat, krijg je de kill niet. Nou, super irritant. Dat gaan we natuurlijk ook fixen. Dus dat komt er ook aan. Ik moet jullie ook mededelen. Ja, dit is een vervelende voor de echte pro's. We gaan binnenkort, gaan wij, hoe heet het ook weer? Butterfly klikken en glitter klikken. Ja, oké, dat is een grapje. Maar in ieder geval, die dingen gaan we verbieden, omdat het te lastig is voor andere spelers. Ik snap het. Het is natuurlijk een skill die je hebt geleerd. Maar we willen het natuurlijk ook leuk houden voor iedereen. En ja, sommige spelers die zijn te goed. En jammer genoeg kunnen we geen ranking systeem hebben zoals eigenlijk Fortnite hebt. Dus dat de goeden worden gematcht met de goeden en de slechte met de slechte. Dus we moeten hier en daar tweaken, jammer genoeg. Natuurlijk, je kunt nog gewoon spelen, ook al ben je heel erg goed. Alleen, ja, je zult waarschijnlijk een waarschuwing krijgen. En uiteindelijk een dag ban wellicht van Kip PvP als je het blijft doen. Dus hou er eventjes rekening mee dat dat binnenkort wordt veranderd. Jawel, en dan nu aangekomen op Skyblock. En ik ben bij iemand zijn Skyblock. Ik heb geen idee wie, maar in ieder geval, hij is al best wel ver. Deze hele groep. Holy damn, die zijn echt al heel erg ver. Die hebben bijna alle eilanden al. Die moeten nog 1, 2, 3 eilanden hebben ze het bijna uitgespeeld. Nou, in ieder geval, Skyblock, daar gaat ook echt best wel veel veranderen binnenkort. Voornamelijk bugfixes worden gefixt, want er zijn best wel veel bugs op dit moment in Skyblock. Zeker weten playable though, maar er zijn gewoon hier en daar kleine bugs, weet je wel. Maar die gaan we allemaal oplossen. En daarnaast zullen we de shop ook aanpassen, dat je niet in plaats van per 1 kunt verkopen,
verkopen, maar meerdere items tegelijk. Dus bijvoorbeeld een stack tegelijkertijd. Op dit moment kun je wel op shop.vulgwerk.nl een cellwand halen. Dus dat betekent dat als je een cellwand gebruikt op een kist, dat je alles in een kist verkoopt. Maar goed, als je dat niet wil gebruiken, binnenkort kun je makkelijker verkopen. Gewoon in de spawn of slash shop. Want hier kun je natuurlijk alles kopen en verkopen. Goed, we gaan door naar... waar gingen we ook weer heen? Oh ja, natuurlijk, we gingen nog eventjes naar de webshop. Namelijk eventjes in het kort. We hebben natuurlijk allemaal tapjes, KPVP, ranks, survival. En ik wil het eventjes kort hebben over survival. Namelijk survival, die gaat binnenkort een update krijgen op de webstore. Namelijk, we gaan meer items toevoegen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor ranks. Namelijk, ranks hebben natuurlijk al heel erg veel, maar die krijgen ook telkens meer. Bijvoorbeeld dus wat ik bij survival heb uitgelegd. Dat shopsysteem voor gold en hoger. Het warpsysteem voor gold en hoger. En al dat soort dingen die komen er ook aan telkens meer en meer. Je kunt natuurlijk overwegen om iets te halen. Daarmee support je namelijk heel erg de server. En de kortingscode die je kunt gebruiken daarvoor, die op dit moment nog geldig is, is opening 2021. 10% korting. Nou, dames en heren, dit was het einde van deze video. Ik hoop dat jullie deze video nuttig vonden. Ik weet het was geen Fortnite. Maar ja, het was of geen video, of deze video. En deze video moest toch nog gemaakt worden. Dus ik dacht, waarom niet nu? Als je het wel super tof vond, druk dan natuurlijk eventjes op het blauw duimpje omhoog. Laat dus eventjes een leuke naam achter voor die big die ik in mijn basis heb staan. En wat ik net ook al zei, je kunt je rang aanschaffen natuurlijk op shop.vulvraag.nl. En de Minecraft server is play. .vulvraag.nl. Dus heel erg simpel. 1.8 tot en met 1.17. En op Java en op Bedrock joinbaar. Trouwens, mede mogelijk gemaakt door Kaas Hosting. Dus shout-out naar Kaas Hosting. Dames en heren, dit was het einde van de video echt. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Smash nog eventjes op het duimpje omhoog. Abonneren kan natuurlijk hier beneden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Peace out.